Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij de Na de Pauze podcast. Vandaag vanuit Amsterdam met John Cameron. Of John Cameron, hoe moeten we dat uitspreken? Cameron. Ja. Ja, wij zeggen altijd wel Cameron op de zaak, moet ik zeggen. Ja, maar dat is goed. Dat is niet erg. Nee, natuurlijk niet. Mensen zeggen ook John en anderen zeggen John. En... Ja, het maakt dan niet zoveel uit. Het is ik ben Engels, dus het is officieel Cameron. Cameron, oké. Okay. Nou, ik wil het... Om nou de hele tijd heel overdreven John Cameron te zeggen, dan... Nee, oké, okay, maar... Dus, alles is goed. Ik kom het zo vaak tegen dat ik mensen verkeerd bij de naam uitspreek, zeg maar. Dus ja. Dat wil ik ook voor de luisteraars een beetje uit de wereld helpen. Van... Ik weet ook niet hoe... Nou ja, ik weet misschien wel een beetje hoe het komt. Maar op een of andere manier heb ik ook heel vaak... Ik mail heel vaak met mensen. Engelsen en Amerikanen. En op een of andere manier krijg ik heel vaak... terug dat ze zeggen, hallo James. Op een of andere manier is James Cameron is blijkbaar een naam die tot de verbeelding spreekt. Dus okay. Ik weet niet of ze mij dan met James Bond associëren. Daar ga ik dan vanuit dat het is. Ja. Maar het kan ook iets heel anders zijn natuurlijk. Oké, okay, terwijl John, nou, klinkt wel relatief Engels toch? Ja. Dat moet kunnen. Ah, fijn. Ja, ben je daar geboren trouwens? Nee, ik ben in Nederland geboren, net nadat mijn ouders hier naartoe zijn gegaan. Okay. Ik heb twee oude zussen, die zijn allebei in Engeland geboren. En de jongste daarvan, dat was volgens mij voor mijn moeder best een beetje pittig daar. En toen kwam ze erachter dat het hier prettiger was om te bevallen. Nou, ik was er niet heel bewust bij toen, dus ik weet niet precies wat de details waren. Maar ik ben dus in Nederland geboren. Oké, okay. Ja. Nou wat leuk. Je bent wel een compleet Engels gezin verder. Oké, okay. Ja precies. Je hebt het wel meegekregen dat DNA een beetje van het Engelse? Of, zeker, ja. Helemaal. Zeker nog. Ik woonde in een straat waar bijna alleen maar Engelsen woonden. En totdat ik 4, 5 was, sprak ik geen woord Nederlands. En daarna... Oké. Okay. Nou ja, het lijkt me ook qua muziekstijl dat je dan ook dat hebt meegekregen natuurlijk uit die tijd, die smaak. Nou, ja, ik weet niet of dat door Engels zijn. Misschien is dat wel een beetje ontstaan door twee oudere zussen die eind jaren 60 hippies waren, alternatieve muziek draaiden en dat ik daarmee ben opgegroeid. Beetje bij aangestoken dat heeft wel, ja, dat heeft zeker wel... Wij hebben invloed. Ja, oké. Okay. Ik ken jou als artist handler bij Mojo onder andere, toch? Officieel heet dat zo? Ja, dat doe ik. Op festivals doe ik dat en verder doe ik producties. Precies, ja. Paradiso natuurlijk ben je al heel lang bij betrokken. HMH of de AFAS in Ziggo Dome doe ik dit. Ja, eigenlijk van alles door elkaar. Ja, precies. Nee, ik doe even een korte introductie voor degenen die jou niet kennen. Ja. Gitarist van Clawboys Claw. Ja, doe ik ook. Precies. Al heel lang, ja. Is dat ook hetgene waar je het meeste mee kon doen in de eerste periode van... Ja, de lockdown wil ik niet zeggen, maar zeg maar mei, juni vorig jaar. Dat je daarmee op het podium kon staan en zo. Was dat de eerste dingen die je weer kon gaan doen? Nou ja, op het podium staan, dat was natuurlijk in eerste instantie helemaal niet aan de orde. Het is wel zo dat toen al mijn werk wegviel, ik me geen moment heb hoeven vervelen. Want ik heb in die tijd gewoon veel muziek gemaakt. En, veel geschreven ook? Ja, en we hebben zelfs we hebben een album opgenomen. En, dus we zijn daar wel druk mee geweest. En nou ja, dan hadden we nog het geluk dat we op een gegeven moment in Paradiso nog een paar keer konden optreden voor zittend publiek. Maar dat was pas wat later, toen was het dan een tijdje aan de gang. Dus ja, ik heb uiteindelijk wel door de muziek die ik zelf maak in die periode daar veel mee kunnen doen. Want het andere was immers weggevallen. Dus precies. Wat ik zei, ik heb me niet verveeld. Nee, het ging wel door op zich. Ja. Ja. Nou, het lijkt me wel fijn dat je nog met je creatieve kant door kan. Want voor de mensen die dan wel backstage werken en niet zo creatief zijn, of juist backstage werken omdat ze niet zo goed gitaar kunnen spelen. Ja, in eerste instantie zou ik willen zeggen dat productiedeel van werk, dat niet zo is, dat niet creatief is. Want dat is misschien op een andere manier creatief, maar juist dat ge... Die hele manier van aanpak van hoe je al die dingen organiseert en hoe je communiceert. Daar moet je soms, dat weet je wel, moet je heel creatief voor zijn. En dat is natuurlijk op een andere manier creatief dan dat je op je gitaar zit te pingelen of piano aan het spelen bent. Maar... Nou ja, wat ik ermee bedoel is dat toen we dus helemaal niks meer konden en mochten, toen kon je ook niet meer produceren. Dus toen kon je daar dus niet je ding kwijt. Maar als muzikant zijnde kan je natuurlijk wel dingen gaan creëren. Ja, en je kan livestreamen. Sommige mensen zijn natuurlijk gewoon in een diep gat gevallen. En dat ben ik misschien, dan ben ik bevoorrecht dat ik dat niet heb
dat dat bij mij niet zo was. Nee. Nee, want ik heb jouw dochter Jeannie al gehad vroeg in de podcast. Ja. En dat was volgens mij in de periode juni of zo. Misschien ja. juni, juli of zo. Ja. En nou, toen was je dus creatief bezig. Toen waren ook die optredens volgens mij. Ja. Alleen het lijkt me wel lastig, en dat vul ik nu voor je in, maar dan kan je zelf aanvullen. Is als ja, bijna de hele familie in deze branche aan het werk is. Dat het ineens als een bittere pil... dat het dit gewoon echt wel vrij zuur is. Dat dan Tuurlijk alles... is het zuur. Ja, het is natuurlijk voor iedereen die ermee te maken heeft, is het zuur. En sommige mensen die zie ik en die hebben het bij wijze van spreken drukker dan ooit door omstandigheden of wat dan ook. En ja, als je inderdaad evenementen organiseert en dat valt weg. En je maakt muziek en dat valt ook weg. En toevallig is dat zowel bij mij als bij Jeannie, want die doet ook beide. Ik bedoel, iets andere hoedanigheid. Maar uiteindelijk is zij muzikant en werkt ze backstage. Dus we hebben allebei dezelfde situatie, dat is stilgevallen. Ja, ik denk, nou, misschien dat Jeannie het nog wel iets zwaarder heeft dan ik daarin. Want die heeft verder. Dat is. Ja, ze heeft verder ook helemaal geen inkomsten. En de manier waarop zij bezig is met de band is veel meer het uitvoeren, live spelen. En als er gerepeteerd wordt, meedoen. En zij heeft niet een studiootje thuis of zo. Wat, ja, dat is nee. Dan, daarin ben ik natuurlijk ongelooflijk ontzettende mazzel dat ik hier gewoon muziek kan maken en opnemen en dingen kan doen. En op het moment dat je afhankelijk bent van het toeren en in de oefenruimte zitten, dan is het bijna onmogelijk om te doen. En het was ook een band in ontwikkeling natuurlijk. Hè? Ze hadden net een beetje de doorbraak op wat hè, de middelgrotere festivals, ook in het buitenland en zo. Dus het was een periode aangebroken dat ja voor 2, 3, 4 jaar lang dat er nog een hoop zat te gebeuren. En ik kan me voorstellen bij de Clawboys, ja, daar heb je natuurlijk jarenlang reputatie opgebouwd. Absoluut. Ze zitten helemaal in de lift en ja, het is helemaal stilgevallen. En het is natuurlijk super spannend of dat als het weer begint. En zeker omdat zij vooral in Engeland veel speelden. Eigenlijk 90% van hun spelen en aandacht is in Engeland. En dat is sowieso al heel... Door Brexit is dat ook al onduidelijk. Hoe, nou ja, dat, er komen heel veel dingen samen wat ineens moeilijk wordt. Ze zitten wel in een zwaar pakket. Ja. Maar ja. Want de marketing ook lijkt mij in Engeland dat je gewoon heel veel moet optreden. He, dat is eigenlijk de manier waarop je... Ja, natuurlijk kan je heel veel livestreamen en zo. Maar zeker in die muziekstijl, om het even heel generaliserend te zeggen, is het gewoon spelen en voelen en gewoon ding doen. Ja. Ja, dus wat dat betreft is dat heel anders dan het bij ons is. En wij zijn een band die natuurlijk al vooral het in Nederland doen en het al 100 jaar doen. En ook geluk hebben dat we een soort trouwe varens, schare fans hebben. En we gewoon op kunnen nemen. En, hebben we mazzel, ja. Ja, want was het relatief snel uitverkocht dat in de Paradiso, die aantal shows die je daar draaien? Ja, was gelijk uitverkocht. Ja. Grappig is, ik kreeg gisteren een berichtje van Jeannie, hebben we het weer over Jeannie, dat zij gaan een van die testpilots doen in Nijmegen. En zij teksten, het is in 3 minuten uitverkocht. Ja. Ik bedoel, dat komt natuurlijk omdat ze populair zijn en dat mag ik hopen voor mij ook. Maar ik denk ook, iedereen wil zo graag. Ja. Dat zag ik bij die in Biddinghuizen, weet je wel. Om 12 uur begon het. Iedereen was al binnen. Nou, iedereen weet op een festival normaal gesproken, als je als openingsband er staat, dan is dat best wel een beetje zuur. Want dan is de helft ligt nog in bed of komt een beetje binnen. En nu was iedereen, ze stond echt ervoor klaar. Dus dat was, daar kreeg ik ook kippenvel van. Toen vrouwtje werd aangekondigd. En iedereen die was keihard gillen. En die bedoel, die had nog nooit voor het publiek gespeeld. En dan krijg je, dat was geweldig. Ja. En dat zie je nu ook met die, ik weet zeker, die pilots die de komende maand, of eind van de maand komen. Ik weet zeker dat die allemaal vol zullen zitten. Want iedereen wil zo graag weer. Nou ja, dat eigenlijk om daar in het verlengde over te spreken met mijn eigen ervaring. Ik ga zondag naar de Keukenhof. Ja, okay. Nooit van mijn leven geweest en ik zou er nooit aan denken. Maar dat was het eerste wat in de verkoop ging. En toen dacht ik, het is prima, maar ik ga gewoon naar de Keukenhof. En ik heb dan nog 3 concerten kaarten gekocht. En ik wilde naar Tivoli na een aantal dingetjes. Maar dat was ook binnen 2 seconden uitverkocht. Want ik zat om 12 uur echt klaar. Ik drukte de knop voor tickets en uitverkocht stond ik direct al. Ja. Zo snel is het gewoon gegaan. Dus ik ga nu naar een aantal optredens waar ik misschien eigenlijk niet zoveel zin in heb. Maar weet je wel, ik ga nu naar Roué Verveer, cabaret in Breda.
Nou, ik zat de dingen van gisteren te kijken. Ik vond het niet zo grappig. Maar ja, ik denk nu, weet je, op zaterdag gewoon lekker een dagje uit. Gewoon heerlijk even eruit, weet je wel. En dat voor heel veel mensen geldt. Van, het maakt me niet uit wat ik zie of hoor. En dat zal denk ik ook met Lowlands het gevoel zijn, nog steeds. Ook al zet je Peter Beensen er neer, weet je wel. Mensen vinden het toch wel leuk om daar... En misschien met Vrouwtje ook. Want ik hoorde op een gegeven moment... Want dat vond ik wel een leuk om dat mee te maken. Ze had inderdaad nog nooit voor een publiek opgetreden. Die was niet zo groot als dat. En nou, iedereen had er dus zwaar zin in. Dus iedereen stond vooraan te juichen voor haar. En voor mij werd ze ook echt emotioneel daardoor. Hè. Absoluut, ja. Ik zag het voor mij. Het eerste nummer zat ik in het publiek even te kijken van afstandje. En ze moest even slikken toen het eerste nummer klaar was. Ja, ze moest daarvoor ook wel nog meer dan even slikken. Ja, het was heel heftig. Ja. En het publiek zat ook op een gegeven moment mee te zingen die nummers. Ja. Terwijl ze een relatief nieuwe artiest is. Ja, wel. Ze heeft natuurlijk bekend geworden met de streams. En, ja, oké. Okay, maar het is toch vrij bijzonder om dat mee te maken. En dan om die emotie dan weer te voelen, ook bij een artiest weer, weet je wel. Want voor de meesten is het gesneden koek in feite. Die vind ik leuk om op te treden. Maar om weer zo overweldigend dat te voelen, zo'n emotie. Ja, het is toch mooi om mee te maken. Ja, zeker. Ja. Hoe was het voor jou om daar eigenlijk weer aan het werk te zijn? Om weer met collega's te zijn? Ja, ik vond het natuurlijk sowieso heel leuk. Ik mis dat werk heel erg. En ik heb daar steeds managed. En je ziet voor het eerst weer allemaal mensen die je normaal elke week ziet. Of om de elke maand of elke week. Ja, dat wisselt. Maar sowieso was het leuk om iedereen te zien. En iedereen had er zin in. Dus dat was niemand klaagde ook die eerste 3 uur. Nee, dat was misschien wel jammer. Er waren geen klagende bands. Het was alleen maar iedereen was alleen maar blij dat ze mochten. En af en toe een beetje een klager is ook wel leuk om het een beetje pit te geven. Maar het was echt geweldig. Was voor jou ook een beetje een hoogtepunt waar je naartoe kon werken? Dat het een beetje in het verschiet zat en dat je denkt van nou... Dit was alweer gewoon... Dus het was voor mij wel. Ik had er zoveel zin in om daar weer inderdaad naartoe te gaan. Ja, dat had ik. En ik vond ook... ik ben ook positief gestemd daardoor. Ik weet zeker dat we het kunnen. Dus we moeten even nog wat dingen regelen. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken. En er zijn natuurlijk wel problemen te ondervangen. Ja, die zit wel als spook op de weg natuurlijk. Of op de weg, hoe je het ook noemt. En we zitten in een soort van tussenfase nu. Wat een beetje raar is, want je hebt nu ook Field Lab en Pilot, wat ook weer naast elkaar is. Want Field Lab betekent geen 1,5 meter en zoals het was en dat gaan te testen. Ja. En die Pilot is wel zo, waar we dus nu naartoe gaan, hè, ook bijvoorbeeld met Paradiso, is dat het wel met de coronamaatregelen nog in acht is. Ja, het is ook in feite, als ik het vergelijk nu met hoe wij dat in Paradiso hebben gedaan, toen we die 4 keer hebben opgetreden voor zittend publiek, is het bijna een stapje terug. Dat is het gewoon. Want toen was het publiek niet getest. Dat moet nu wel. En er zijn een aantal regels waar we echt nog mee bezig zijn hoe we dat gaan doen. Dus het is... Het is nog niet wat we willen natuurlijk. Nee, het is nee. Met die Field Lab in Biddinghuizen. Dat is gewoon... Weet je, dus voelde ook heel raar met z'n allen om tussen een hossende massa, om daar gewoon tussen te staan. Dat is... Is heel raar weer, maar dat is natuurlijk wel waar het naartoe moet. Precies. En die pilots, ik denk dat het goed is dat we ze doen. Het is ook een beetje gek. Sommige dingen vind ik dat het lijkt alsof dingen een beetje langs elkaar heen lopen. Dat is jammer. Maar het is wel goed dat we het doen. Je hebt echt mixed feelings erbij, zeg maar, over... Ze zijn natuurlijk bedoeld om problemen te vinden... maar voor mij is het meer zo dat ik het zie als een manier om te laten zien dat we het kunnen doen. Ik wil liever de problemen die er zijn zelf oplossen dan dat ik als resultaat van die test moet gaan zeggen van dit ging niet goed, dat ging niet te goed, dat ging. Want ik wil natuurlijk niet dat de uitkomst is van het lukt, we kunnen beter nog maar een tijdje uitstellen. Ik wil liever alles oplossen en doen en dan laten zien van we kunnen. Kijk, ik weet ook kan. Zeker dat we het kunnen, want dat hebben we eigenlijk al gedaan. Ja. Het enige verschil is nu dat het publiek daarbij betrokken is bij die test. Maar dat gaat lukken, dat weet ik zeker. En er zullen problemen zijn op die dagen en die lossen we wel op. Het is ook zo dat in Nederland het niveau over het algemeen al zo hoog ligt. Hè, dat we alles in de puntjes willen geregeld hebben. Zelfs op de goede, op de oude dagen. Ook bij Tivoli Vredenburg werd er naar elke show werd geëvalueerd. En altijd weer meegenomen en genoteerd en zo. En altijd al bedoel je? Ja, daarvoor al. Dat zien Paradiso ook. Dat is,
één keer per week wordt alles van de afgelopen week geëvalueerd. En als ja, het is wat dat betreft natuurlijk een geoliede machine. En dan in ene is het geen geoliede machine. Maar nee. We weten wel hoe we het weer een geoliede machine moeten maken. En dat is nu in een tussenperiode, wordt het dat ook weer. Dat zie ik nu al. En af en toe is het frustrerend om te bedenken dat het eigenlijk het doel is om dat zo kort mogelijk te doen. Want we gaan er natuurlijk naartoe, hoop ik, dat we over een paar maanden gewoon weer normaal open kunnen gaan. En, dus het is echt een tussenperiode. Maar ja, ja. Het is leuk om te merken dat we wel dat kunnen. En zo zijn er natuurlijk over het hele land zijn er zalen die dat goed kunnen. En sommigen zullen het er misschien wat moeilijker mee hebben, omdat ze niet zo'n constant draaiend circus hebben, zoals Tivoli Vredenburg dat heeft, of Paradiso. Maar ja. Ik weet zeker dat we het allemaal kunnen. Ja, precies. Het is ook wel snel gegaan, hoor. Want 2 weken geleden was het nog helemaal van niks. Tenminste, ik niet. Jij natuurlijk wel met de voorbereiding. Hè? Ja, ik wist het. Maar ook, het is nog maar net definitief. Het moest nog goedgekeurd worden. En, ja, en welke vorm wordt het dan en zo? Ja, dat ook nog... ja precies. Ja, er was wel een soort van een vorm bedacht. Maar we zaten te wachten op goedkeuring. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. Maar wat ik wel positief vind, is dat de animo van het publiek heel erg groot is. Want sommigen waren een beetje bang van, nou, we kunnen het ook online en het hoeft allemaal niet zo heel erg. Maar die behoefte is nog steeds zeer, zeer groot, als ik dat zo merk. Ja. Ja. Dat is wel fijn, toch? Om dat weer te voelen, dat het publiek gewoon dat tuurlijk, ook niet... Ja, niet, ja en voor het, op zich, voor de bands is het natuurlijk ook leuk... Ja, zoals ik zei, we hebben dat toen het nog net kon in Paradiso voor 250 mensen gedaan. Dat was heel leuk eigenlijk, want normaal spelen nooit voor zittend publiek. En dat was eigenlijk best leuk. Ik wist wel dat ik dat leuk vond, want we hebben het wel een paar keer eerder gedaan. Mm-hmm. Maar zal nu ook weer zijn. Voor sommige bands zijn het misschien veel meer gewend, maar weet je... Er zal geen moshpit kunnen zijn, dus iedereen moet stil zijn en luisteren. En dan ga je heel anders, ga je ook als band anders spelen. Krijg je ook andere energie vanuit de zaal? Absoluut, hele andere energie. En ik vond dat echt heel leuk. En het grappige is, het is wel zo. Wij zijn voor deze ook weer gevraagd. En daar hebben we toch van afgezien. Omdat we dachten van, ja, maar dat is weer een herhaling van wat we toen konden doen. Dus, maar het gegeven dat het publiek zit, stil is en... Misschien een beetje ook onwennig, want er zitten, ja, zeker bij ons zitten ook van die types die eigenlijk normaal komen omdat ze feest willen maken en die zitten dan, maar die worden dan gedwongen om stil te zijn en luisteren. En dat is wel, ja, dan krijg je een hele andere energie, een hele goede energie, heel anders. Word je er ook wel wat zenuwachtiger van als zijnde muzikant? Omdat, en misschien letten ze wel op elke noot die je nu speelt. Terwijl normaal gesproken dan is met ogen dicht en zitten we te dansen. Ja, ik heb nooit zo ik heb nooit zo'n last van zenuwen. Maar het is misschien wel spannender. Maar eigenlijk, ja. Het een is niet leuker dan het andere, maar het is heel anders. En je gaat wel anders spelen. Ja. Nou, deze hele periode is gewoon heel anders, weet je wel. En als we het terug willen hebben zoals het ooit was... Ik denk dat ook in de toekomst... Dat we ook moeten aanpassen dat het anders is dan dat ooit geweest is. En ik denk ook dat het in de positieve zin... Als Lowlands, stel dat doorgaat... Ja, dan krijg je natuurlijk een golf van energie... die je op Lowlands nooit gevoeld hebt, denk ik. Tuurlijk. Weet je wel? Ja, ik ga ervan uit dat het doorgaat. Dat wordt natuurlijk een hele rare editie. Ja. Nou, ja, sowieso raar, maar... Dus voor mij is het ook een beetje, ga ik als publiek erheen? Want ik wil ook wel echt dat meemaken als zijnde van... dit wordt een hele bijzondere Lowlands. Wat ik wel een beetje lastig vind... of moet even zien hoe dat uitpakt. Zoals jij net zei, ik ga naar een aantal dingen toe... waar ik normaal helemaal niet heen zou gaan. Ik snap dat. Tegelijkertijd lijkt het me ook heel vervelend voor de organisatoren. En dat lijkt mij bijvoorbeeld als ik dan denk aan Lowlands... maar ook Paradiso of wat dan ook... dat je dan een totaal andere sfeer krijgt... omdat er mensen zijn die misschien normaal daar helemaal niet heen zouden gaan. Ja, dat die puristen er niet zijn. Van, of de echte muziekliefhebbers of de... noem maar op, of de... weet je, je krijgt misschien... Nou, we zullen het zien. Ik hoop van alles dat het doorgaat... en dat al die festivals die wat verplaatsen... dat die door kunnen gaan. Ik ben wel heel benieuwd hoe het gaat worden qua...
misschien. Ja, nou, ik vind het ook wel weer positief. Want kijk, stel, ik ga nog naar de Keukenhof. Maar misschien dat ik het wel heel hartstikke, hartstikke mooi vind. Dat kan, ja, natuurlijk. Dat ik verrast word. Ja. Weet je wel? Ik sta er wel voor open, anders koop ik dat ticket niet. Als ik echt een pleurzekel aan heb, dan had ik hem echt niet gekocht. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het voor mensen een nieuwe kans geeft. Ik bedoel, ik heb het al vaker tegen mensen om me heen gezegd. Maar ja, een Keukenhof zonder Japanners. Ik vind het wel. Ik ben wel benieuwd, hoor. Ja. Weet je wel? Maar tuurlijk, dat is ook zo. Ik bedoel, het viel mij op. Ik had er wel eens over nagedacht voor Field Lab, voor Biddinghuizen. Maar toen ineens besefte ik, want dat is ook wel een heel ander publiek dan Lowland zou zijn, terwijl het op dat terrein was. Dat had ik ook wel verwacht. En toen zag ik ineens, er waren twee podia, zoals je weet, een hoofdpodium en een tweede podium. En op een gegeven moment was de staat aan het spelen, die natuurlijk normaal voor groot publiek spelen. Maar van die 1500 mensen waren de helft bij de staat en de helft bij dat andere podium. Ja. Dat is heel wonderlijk. Als je bedenkt bij zo'n band, denk je van, nou, er zijn maar 1500 mensen. Die 1500, ja, zij trekken al 1500 mensen natuurlijk. Dus die staan bij hun te kijken. Vervelend voor die mensen, voor dat bandje op podium 2. Maar dat was helemaal niet, want dat was helemaal half-half. Ja. Dat is een wonderlijke situatie. Nou ja, op Lowlands is goed. Het is ook wel goed. Maar normaal gesproken is het op Lowlands toch ook wel zo dat degene dan de staat, als hij in Alfa staat, dat dan de rest gewoon lekker in Hacienda op bubbling muziek gaat lopen. Natuurlijk is dat zo, maar dan zijn er veel meer mensen. Tuurlijk, dan is het vol en dan is het een andere verdeling. Ja, want daar heb je natuurlijk ook heel veel mensen, wat jij bedoelt, denk ik, is dat er heel veel mensen, maakt niet uit wat er speelt, maar ik ga gewoon, weet je wel. Ja. Terwijl die misschien normaal gesproken naar een klassiek festival gaan en die het helemaal denken van, nou, we gaan ook maar kijken wat de staat is. Want er zit wel een heel groot verschil tussen wat er op het tweede podium gebeurde met, voornamelijk wat R&B meer gerichte muziek volgens mij en DJ-achtig en zo. Ja. En pure bandjes en ook wel popbandjes, hè, als je het dan ook over Chess Special hebt of zo, of Maan. Ik bedoel, Maan en de staat zit ook mijlenver uit elkaar als zijn de muzieksoort. Ja. Of Vrouwtje, weet je wel. Dus dat, ik weet niet. Ik vond het ook wel positief wat daar gebeurde. Ja, weet je wel. Dus, want ik kom even terug naar de toekomst. Hè, van, er zijn nu wat dingen bij de Paradiso en in heel Nederland gaan er nu gebeuren en zo. Daar ben je al een tijdje mee bezig. Merk je om je heen ook dat iedereen er zin in heeft? Of ook wel twijfel dat er toch aan dingen wordt zo van, ja, maar hoe dit, hoe dat? Of, twijfel aan mensen die niet willen dat het weer volop gaat. Nee, eigenlijk niet. Iedereen is bezig met hoe we dat gaan doen, want het wordt wel lastig. Ik merk dat nu alleen. Ik doe op het moment eigenlijk bijna alleen maar dingen voor Paradiso, qua wat dit werk betreft. En dat is nu natuurlijk allemaal dingen zonder publiek. Dus dat zijn heel veel filmopnames en opnames van clipjes of streams, dat soort dingen. En al die boekingen die worden allemaal verschoven naar eind van het jaar, maar vooral ook begin volgend jaar en volgend jaar. En als je dan als ik naar de agenda kijk, dan zie ik hoe ongelooflijk vol dat is. Dit heeft trouwens niet direct te maken met jouw vraag. Maar nee, maar je kan nog gewoon, zeg maar. Dus we zijn nu juist bezig met te kijken van hoe gaan we dat allemaal inpassen. Ten eerste qua locatie. Er moeten locaties bij. Want het kan niet. De agenda is voller dan kan, fysiek. Maar ook dat we, en daar zijn we ook bepaald, jammer genoeg niet uniek in, is dat we hebben moeten reorganiseren. Dus dat heel veel van het personeel weg is. Het vaste personeel. En ik nu al zie, terwijl het nog nauwelijks nog nauwelijks begonnen is, maar dat iets drukker wordt, dat ik nu al zie dat ik niet meer met het vaste personeel wat er nog is, het rooster kan vullen. Dus dat betekent, aan de ene kant is dat gunstig, want dan kan ik gaan bellen en dan kan iedereen gaan bellen naar de mensen die eigenlijk verlegen zitten om werk. Die kan je wel blij maken. Die kan je blij maken. Maar er zijn er ook die inmiddels al een andere kant op zijn gegaan. Want ja, die zijn slim en die kunnen andere dingen doen. En die moeten door. Precies. Ja. Dus het is nog even. Dat is nog wel even een klus om het weer bij elkaar te krijgen. Maar was het ook in de goede tijd niet zo dat je overvolle agenda's had en dat je moest puzzelen met mensen en met dingen? Dat zal jij ook weten, dat je af en toe in de festivaltijd, dat er tegelijkertijd 3-4 festivals zijn en dat het de mensen niet aan te slepen zijn.
En dat lukte altijd net wel, weet je. Maar dan waren er altijd van die dagen dat... ik weet nog dat ik altijd moest zorgen dat ik voor in de tijd pitch... dat ik wel op tijd was met backline bij jou bestellen. Want anders zou alles naar North Sea Jazz zijn gegaan. En dan Ja. En dat met allerlei verschillende leveranciers en mensen. Nou, maar ik denk dat je dat wel nog in het nog veel extremer gaat krijgen... Ja, ik denk dat op een andere manier. Want er zijn natuurlijk heel veel geluidsmensen of backliners of noem het allemaal op. Die, of tourmanagers die verschillende bandjes hebben. 3, 4, 5 op een jaar. Ja. En dat gaat van de ene naar de ander met een kleine overlap dat ze eventjes moeten laten invallen. Ja. Maar nu gaan ze allemaal tegelijk. Ja. Weet je wel. Dus daar gaat het vooral gebeuren, denk ik. Ik denk dat je op één dag bijvoorbeeld wel een stage set of een geluidsman wel kan fixen voor de Paradiso. Maar voor een hele tour om dan zeg maar weer jouw kern samen te stellen. Ja, oké, dat is waar. Maar als je denkt een geluidsman of een lichtman voor Paradiso in Paradiso, was het voordat dit allemaal was, en dat is voor Tivoli nog veel meer zo, nou, dat natuurlijk vaak... meer dan 30 producties in een week. Van heel klein tot groot. En dat weet je, dan is er een nachtprogramma, een ochtendprogramma. Het gaat maar door. En dat in 2, 3 zalen. En dat zijn best wel veel mensen die dan op één dag aan het werk zijn. En dat, ja. Nu hebben we, ja, zullen we beginnen met 1 ding per dag. Ja, dan heb je in principe kan je dan met een paar geluidstechnici en een monitor of een lichttechnicus en nog 1 of 2 ben je wel klaar. Ja. Maar als je dan op een gegeven moment tegelijkertijd 4 zalen hebt en per zaal zijn er 3 of 4 dingen, dan vermenigvuldigt zich dat snel. Ja, dat klopt. En misschien dat het personeel dan wat lastig te vinden is. Ook al zie ik ook alweer dat je daar een doorschuiving gaat plaatsvinden. Ik bedoel, dat zijn van die, we lossen dat allemaal op. Dat weet ik gewoon. Dat lukt wel. Als één branche creatief is om met een flexibele, hoe moet je dat zeggen, personeelsbestand kan omgaan, ja, dan zijn wij het wel. En ik denk ook waar schaarste is, gaan de prijzen omhoog. Dus dat, dus als die dag alleen maar die geluidsman voor €500 kan, want dat is de enige die kan, nou ja, neem je verlies maar de show must go on. En, dus ik zie ook alweer een soort van positieve correctie daarin gebeuren. Want heb jij al veel meer backline ingehuurd omdat al die Engelse bands nu zonder spullen moeten gaan? Nou ja, dat wordt dus de vraag. Want ik heb wel het gevoel dat het zo zal zijn. Hè, ja. Zeker voor de korte periode. Hè, nou ja, maar de periode daarna ook. Als ze allemaal een carnet moeten regelen voor elk land in Europa. Al die inklaringskosten voor de kleine bandjes die gewoon een backlandje hebben wat achter in de bus kan. Dan, ik zou jou bellen en dan... Nou ja, daarom hebben we... Ik neem aan dat jij daar ook aan gedacht hebt, al die bands dat gaan doen. En dat als ze Europa weer door kunnen, als ze Engeland uit kunnen, dat ze dat dan liever doen zonder backline wat ze moeten inklaren. En misschien ook liever met een Nederlandse of Europese tourmanager en geluidslicht. Die geen werkvisa nodig heeft in elk land. Ja. Nee, zeker. Maar daar moeten we natuurlijk voor gaan cateren. Zeker. Nou, en daarom is ook het idee van de Amsterdam Production Hub samengekomen. Niet voor niks dat de kroon begint. Nee, precies. Ik heb dat wel gevolgd. Goede actie. Dat zou natuurlijk voor de grotere dingen helemaal interessant zijn. Voor de voor elke productie, ja, weet je? Al die Amerikaanse grote dingen die normaal in Engeland hun crew samenstellen. Alles begint daar in feite. Niet meer doen, natuurlijk. Nou ja, dat is de vraag. Kijk, intern hebben we heel veel dingen daarover besproken. En het is wel zo dat een Amerikaan over het algemeen, heel gechargeerd, maar van als het zo goed gaat, dan blijven we het zo doen. Dus die zullen ook weer naar Engeland gaan. Uiteindelijk van nou, we mogen weer. We gaan het daar weer opstarten. Ja, maar dan stuit hij waarschijnlijk wel op een hoop problemen die hij daarvoor niet had. Precies, ja. En daar willen wij dus nu de oplossing voor zijn. Hè? Ja. Dus met heel veel Nederlandse partijen, met heel veel Nederlandse freelancers. Dat je dat pakket in Nederland kan laten beginnen. En het was ook al gesproken, ja, maar hun prijsconcurrentie kan het niet uit en zo. Maar uiteindelijk wil je, denk ik, als zijnde manager zo min mogelijk problemen hebben. Weet je wel. En als dat dan iets duurder is, maar het is wel probleemvrij en je hebt gewoon Nederlands of Europees personeel erop wat zonder vraag gewoon de grens over kan gaan. Ja, dat scheelt je zoveel shitload aan problemen. En geld. Want het is op de lange termijn inderdaad.
Het is misschien duurder dan het voorheen was, maar het is goedkoper dan het nu zal zijn. Precies, weet je wel. En we zijn zo professioneel hier in Nederland qua alles, qua apparatuur, qua iedereen spreekt over het algemeen goed Engels, ook nog een stukje Duits. Dus ja, er zijn allemaal ingrediënten die wel samenkomen, ja, inderdaad. Dus ja, op zich kunnen, er zijn natuurlijk nog wel een paar landen die het goed kunnen. Maar... Tuurlijk, tuurlijk. Je hebt voor mij Beachfish Oostenrijks volgens mij. Hè? Dus natuurlijk is het zo. Maar ik denk dat we nooit in beperkingen moeten denken van ja, maar dit bestaat al. Nee. Want dat kreeg ik ook in het begin te horen. Want dit idee was bij mij al 2,5 jaar geleden opgekomen. Toen ging ik ook in overleg al met dezelfde partijen. Toen zeiden ze nou, bijvoorbeeld bij Pieter Smit, ja, we moeten al in de zomer zoveel bijhuren. We kunnen dat niet erbij hebben nu. Dat kan gewoon niet. Terwijl ik denk, ja, maar kijk eens even vooruit. Er komt een Brexit aan. Nou, nu kwam corona en alles tegelijk. Dan ga je ineens nadenken. Maar toen was het zo van nee, we hebben het al druk genoeg, dus we doen het niet. Terwijl ik toen ook al dacht, ja, waarom niet? Ik bedoel, als we dan 40 trucks bij moeten kopen of huren, dat is toch alleen maar een luxe probleem. Een andere instelling van bedrijven bij wie het heel goed loopt en die vinden het wel best zo. En die hadden natuurlijk corona niet zien aankomen, maar die denken niet per se in ik wil nog meer. En nee. Jij denkt misschien wel... Ja, misschien ook mijn jonge hondengeest, weet je wel. Die denkt... Ja, ook een beetje zakeninstinct natuurlijk. Dat is ook wel zo. En nou, als voor mij persoonlijk, als ik dan over Proton heb. We zaten heel erg in de dry hire en in de festivalwereld, zeg maar nooit echt in de bandjes. Dus ik zat me af te vragen, waarom ook niet? Waarom kunnen we dat niet aan? En als dan alle type drumstellen de deur uit zijn en ze vragen dat drumstel aan, nou ja, dan koop ik hem, want dan is we hebben een luxe positie, want we kunnen dan gewoon weer iets kopen. Ja. Dus ik dacht heel erg in mogelijkheden en van, nou, als we dan een klein pand hebben, gaan we verhuizen. Ja, ja. Goed, dat doet me ergens aan denken wat ik jou moet vragen. Ja? Voor nu of zo meteen? Nee hoor, voor nu, dat mag ik erin weten. Oké. Okay. Nee, zoals je weet, dat heeft hier niks mee te maken, maar ik denk er ineens aan. Zoals je weet is Jeannie drummer. Mm-hmm. Maar zij is nu net bezig om haar jongere zusje Hanna, dus mijn jongste dochter, die is ook aan het drummen geslagen. Mm-hmm. En die zit nu in de wonderlijke situatie dat ze twee drumstellen heeft, maar geen hardware. Dus okay. Ik ben benieuwd of jij nog wat hardware hebt wat je wegdoet. Ik heb altijd hardware, John. Ja, wat niet, nou ja. Niet voor de hoofdprijs bedoel je. Ja, precies. Ja. Nee, daar komen we wel uit, denk ik. Ja, nee, uiteindelijk is er één beroemde uitspraak van een, ik weet niet, uit een serie Breaking Bad of zo. Zo van name one thing that's not for sale. Ja. Dus dat, ja. Nee, dat komt wel goed. En die piano die ik van jou heb, die. Oh ja, die P200. Ja, die staat, die ligt dus nu, is schandalig, maar die ligt dus nu hieronder waar wij zitten. Maar dat is, die wordt wel, ondanks dat, wordt die wel veel gebruikt. Maar we zitten nu even in een tussen. Fase dat we even wat spullen moeten opslaan. Ja. En daarna komt hij weer tevoorschijn. Maar de muzikaliteit die blijft wel in de familie zitten. Dat, ja, dat kan ja, je wel dat zeggen. Is grappig. Dat zij is 17, Hanna. En die heeft zij dat jaren terug ook even gedaan. Maar dat is toen een beetje verwaterd. Maar toen zei Jeannie al van, nou dat zit het gevoel zit er wel in. En nu hebben ze in het studiootje, of in de studio waar wij hebben opgenomen, die... daar was even een paar dagen niks te doen. Dus toen kon Jeannie daar samen... Er stonden twee drumstellen, dus toen konden ze met z'n tweeën drummen. En toen is ze daar weer helemaal ingeraakt. En nu staat er een drumstel op zolder. Ja. Maar er ontbreken nog wat onderdelen. Dus waar ze, ja, dat is wel heel leuk. Het is toch al heerlijk om dat dan weer te zien, lijkt mij. Dat het weer eens gaat broeien of zo. Qua bruisen, ja. aan muzikaliteit en zo. En dat dan, ja, als je dan kijkt ook hoe je dan door de weken, maanden heen die progressie ziet of zo. Ja. Dat is al hartstikke mooi. Ja, en ook, ja, zo, ook op die leeftijd, die ontwikkeling van muziek, van inzicht en smaak van muziek is ook heel leuk. Dat ze nog maar een paar jaar terug eigenlijk alleen maar van die... Ja, een beetje YouTube, poppy dingen waar ik helemaal niks mee heb. En dat toch nu wat serieuzer is en veel anders benadert hoe... Ja, is het zo? Want hoe benaderde jij het dan vroeger, de muziek? Was het gewoon, je koopt een LP en je hebt inspiratie van bands en zo... en dan ga je samen zitten met wat bandleden ja, en... Nou ja, dat is sowieso totaal anders nu. Want als ik eraan denk, toen ik net daarmee begon... Nou ja, zoals ik al zei, ik had oudere zussen die veel platen draaiden waar ik door die ik goed vond. En ik weet nog een van de eerste dingen dat ik op een gegeven moment... wij zijn Engels, dus wij geven met kerst altijd cadeautjes aan elkaar. En ik weet nog dat ik... Volgens mij was ik 12 of zo. Nou, ik moet even daar denken. Maar toen wilde ik heel graag de derde plaat van Neil Young wilde ik hebben...
En dat ik die goed vond, dat kwam toch door mijn zus. Want die draaide Neil Young heel veel. En toen weet ik nog dat ik heel erg baalde. Want mijn ouders die hadden dat. Ik dacht van, oh ja. En toen kreeg mijn zus, die kreeg die plaat die ik eigenlijk had gevraagd. Ik dacht, godverdomme, wat is dit nou weer voor onzin? Maakt natuurlijk geen bal uit, want ik kon even goed draaien. Maar en toen, nou ja, toen op een gegeven moment kreeg ik een passie voor die dingen. En dan, maar ja, dan zat, ik had natuurlijk geen geld om al die platen te kopen. Want je, nou ja, je moest toch een plaat kopen om hem te kunnen draaien. Dus ja, ik zat gewoon urenlang in zo'n platenzaak. Zat ik naar die hoezen te kijken. Maar helemaal van, wow, dit moet echt te gek zijn. Terwijl ik geen noot had gehoord ervan. Nee, maar dan zag puur op de artwork, cool. Zeg maar. Ja. En dan zat ik, en ze werden helemaal gek van mij. Want ik zat dan in die zaak, zat ik te, ja, mag ik deze luisteren? Met die kop ervan, ah, nee, toch maar niet. En dan een andere, terwijl ik het te gek vond, maar het niet kon betalen. Nou ja, en dat geleidelijk aan ben ik zo daarin gaan. Maar dat is natuurlijk totaal anders dan dat je, dat, ja, mijn kinderen Spotify hebben en gewoon alles kunnen opzoeken. Alles is beschikbaar. Ja, ik zou, als ik daar nu aan denk, denk van, nou, het was wel heel leuk. Ik vond dat heel spannend toen. En dat missen zij. Maar ja, zij hebben dat weer op een andere manier. Dus dat, zij missen dat natuurlijk niet, omdat ze dat niet. Maar, ja. Nou, het lijkt me dat je wel creatiever bent als je dus die middelen niet hebt. Want dan ga je misschien ook dingen inbeelden hoe het zou kunnen zijn. Hè? Ja, maar dat heb je dan weer van andere dingen, toch? Dat althans, dat denk ik. Dat wat zij missen, wat ik toen, daar die spanning daarvan, van, dat hebben zij weer met andere dingen die ik misschien niet eens besef of niet weet. Dus het... Nee. Nou ja, voor mij is het een totale segregatie. Want ja, waar begin je? Het is alsof je bij de kruidvat voor het shampoovak staat. Ja, waar moet je beginnen? Ja nee, dat vind ik ook. Dat is helemaal wat ik. En dat is niet alleen met muziek, dus natuurlijk met alles. Dus mijn Hanna, die heeft bijvoorbeeld ook net haar smartphone weggedaan. En die heeft nu gewoon een ouderwetse Nokia of wat is het, waar niks op zit. Nee. Omdat ze ook gek werd, omdat alles maar... Ja, al die notificaties. Ze hoefde zich nooit te vervelen, want ze kon altijd wel op de telefoon iets leuks vinden of iets doen. Ja. En nu heeft ze dat gewoon weggedaan. En dan gaat ze ineens ook andere dingen doen daardoor. Dus. Ja. Nou, ik merk ook wel... Kijk, bijvoorbeeld, heel veel mensen waren bang dat... Het wordt allemaal sneller. Hè? Dus bijvoorbeeld TikTok zijn video's. Nou, binnen 2-3 seconden swipe je naar de volgende. Het moet allemaal heel instant en heel erg druk en zo. Maar je ziet bijvoorbeeld ook met podcasting... Met boeken lezen. Mensen nemen soms wel echt de tijd ervoor, hoor. Want dit duurt ook bijvoorbeeld een uurtje. Nou, dan moet je echt wel een beetje de tijd voor nemen. Ja. Dat is eigenlijk heel erg tegenovergestelde wat je nu zou denken dat populair is. Maar ja. Dus ik denk ja dat allemaal ook weer in balans komt of zo, weet je wel. Uiteindelijk ook nu met festivals ook. We waren in 2019 waren er zo ontiegelijk veel festivals, maar ook je struikelde erover. Er was ook een soort van te veel aan festivals, leek het wel. En dat zal nu ook alweer in balans gaan komen, denk ik. Dat een gemeente Amsterdam wel voor dat festival kiest en niet voor die. Ja. Weet je wel. Dus ik denk dat die balans, dat het over het algemeen wel altijd wel weer goed komt of zo. Ja. Weet je wel. Ja. Dat te veel aan festivals, ik heb dat nooit zo gemerkt. Ik hoor dat wel al overal. En dat zal jij op een andere manier... Want jij gaat natuurlijk van de een naar de ander. Het is natuurlijk wel lastig. Want welke moet je dan gaan verbieden? En dan... Ja, ik denk dat nu wel makkelijker is. Misschien een verkeerd woord. Maar stel dat... in welke gemeente dan ook. Maar dat je dat wel belangrijk vindt. Omdat, goed publiek, goede sfeer, dat soort zaken. Maar dat je dat dan ook een ander festival hebt waar je al tegenaan liep van... we hebben al vergunning afgegeven, maar wil ik niet. En nu kan je heel erg pinpointen. Nou, dat wil ik wel. En dat wordt te druk. Of daar komen problemen of zo. Dus, ja. Wat ook alweer problemen gaat verzorgen. Want zo meteen dat je een groot festival hebt en dan krijgt er geen doorgang. Omdat we... Nou, we hebben het zelf meegemaakt met Eiland Festival. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Wat ook zonde is natuurlijk, weet je wel. Maar we hebben het ook tegengewerkt door een aantal partijen, volgens mij. Ja. Terwijl, dat is inderdaad wel een heel zuur geval. Want ik denk dat niemand daar echt last van zou hebben gehad. Dat er geen enkel... De overlast van mensen, ik denk dat die minimaal was geweest. Dat het een heel positief festival was. Ja, dat is een verhaal wat jij en ik natuurlijk weten van destijds. Want het was echt een nieuw festival, volgens mij. Hè? Met Mojo en Chasing the Hi-Hat samen, dacht ik. En
Ja, dat was heel erg onzeker. Ik wist nog wel dat wij echt contact hadden van... gaat het nog door, John? Of ik denk het wel. Ja, tot kort van tevoren was het nog... In diezelfde week volgens mij nog. Ja. En volgens mij zijn mensen die daar naartoe zouden gaan... hebben alsnog gewoon tickets geboekt of gewoon huisjes daar geboekt... om alsnog te gaan zitten. Ja, dat was vrij zuur. En dat had, ja, ik denk dat het ook voor een heel groot deel te maken heeft met dat het... Het was natuurlijk eigenlijk een bandjesfestival, maar het zat wel in de hoek van de elektronica. En ik denk dat dat laatste, dat dat heel veel mensen heeft afgeschrikt die niet goed wisten wat voor organisatie het was. En die niet, die het toch iets anders verwachten met gewoon alleen een keiharde beuk. Een stap de hele tijd, terwijl het totaal anders was geweest. Het was gewoon heel gemoedelijk, in de natuur zonder de natuur te verpesten. Het was eigenlijk in alles een idyllische situatie. Behalve dat er sceptici waren die er geen vertrouwen in hadden. En die het is gelukt om het tegen te houden door... Volgens mij zat er ook iemand bij die het tegen wilde houden. Die volgens mij ook bij... Hoe heet het andere festival in Friesland? Welcome to the Village. Volgens mij ook daar heel erg tegen zat te ageren en zo. Dus er zat ook wel iemand bijna op beroepsmatig niveau zat dat tegen te houden. Ja. En dat is gewoon doodzonde natuurlijk. En je moet altijd wel rekening houden met de natuur en met overlast en zo. Dat soort zaken. Ja. Dat staat buiten kijf. Maar volgens mij sloeg dat een beetje door in van het mag gewoon niet doorgaan. Het viel ook nog een keer net door toen het hele stikstofverhaal heel erg aan de orde was. Nee, ik hoor een muziekje op de achtergrond ergens, maar... Korte muziekje? Ja, door de koptelefoon. Ah, dat maakt niet uit, we gaan gewoon door. Okay. Nee, ik dacht dat mijn telefoon ineens aanstond met een YouTube-filmpje of zo. Maar er komt een soort storing of zo? Dat nee, ik hoor gewoon... op een gegeven moment ging ook een telefoon over. En ik, dus misschien dat mensen dat ook horen. Wat versterkt. Daarom zei ik dat met die koptelefoon. Dat geeft niks. Nee, maar dat is doodzonde dat dat gebeurt. Maar want zie je daar nog potentie in? Dat weer kan worden opgestart? Of is dat echt, jammer en we laten het zitten? Dat is net niet waar ik in zie. Ik zou het wel zien. Ik weet niet of ze het nog aan willen, want het is... Zoveel gezeik. Ja, ik hoop het wel, want het... Het is wonderlijk, hè, want dit was Terschelling en je hebt daar Oerol. Wat veel meer een aanslag is op het hele eiland dan dit was geweest. Dus ja. Nou, het heeft ook met mijn nieuwigheid te maken. Bijvoorbeeld om eventjes een heel ander voorbeeld te geven. Mijn vader zat eerst in de vuurwerkhandel. Die kwam daar al nieuw binnen. En die merkte dat de gevestigde orde, die al 20, 30 jaar vuurwerk verkocht, die helemaal geen vuurwerkbunkers hadden en zo. En veiligheid was helemaal niet voor elkaar daar. Maar mijn vader ging dus iets nieuws bouwen. Ook met de nieuwe bunker, allemaal veiligheidstechnisch helemaal in orde. Ja. En er werd gewoon elke keer vanuit die kant van... maar dat is niet veilig daar. Er werd elke keer werd er een vertegenwoordiger of een brandweer op afgestuurd van... Kijk maar even of dat allemaal kosher is, ja of nee. Ja. Dus dan zie je ook dat als er iets nieuws oppopt... dat dan eens allemaal nieuwe regels, allemaal nieuwe... krijg je een groot verzet van... Was dat een situatie waarbij de oude gevestigde vuurwerkbranche ervoor zorgde... dat hij harder werd aangepakt door contacten die ze hadden? Of was dat gewoon... Ja. Ik bedoel, het is allemaal politics. Uiteindelijk denk ik dat als je 30 jaar al een verstandhouding hebt met een veiligheidsregio... en er komt ineens een nieuwe kaper op de kust, om het zo maar te zeggen... dat is ineens wel zo van, hey Jan, dat moet je eventjes gaan kijken. En zo dwars gaan zitten dat ze op een gegeven moment zeggen van, laat maar zitten. Ja. Weet je wel? En dat dan, als je al jarenlang binnen bent, dat het dan makkelijker praten is. Ja. Weet je wel? Dat je ken je elkaar gewoon. En dan komt politiek heel erg om de hoek kijken. Ja. Ik moet ineens denken aan een keer. We moesten een keer. Heb een keer met de band op Vlieland gespeeld. En toen kwamen Peter en ik terecht in een gesprek. Dat was van tevoren georganiseerd. Ik weet niet meer precies door wie of waar dat van uitging. Maar dat was op zich wel leuk. Dan gingen we. Waren we bij een familie die daar woonde. Gingen we op een gesprek. En er waren een aantal mensen uit Vlieland die waren daarbij. Waaronder een politieagent. En dat was een man. En die was afkomstig uit de. Terroristenbestrijding volgens mij. Was behoorlijk hoog op, was hij. Maar hij was tegen zijn pensioen aan. En hij ging daar op Vlieland. Was hij een soort importhoofdpolitie. Ik weet niet precies wat zijn functie was. Maar die zat ook te vertellen erover dat Vlieland. En je kunt het je ook wel voorstellen, maar ik had er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat is een soort. Een micro-samenleving waar alles gewoon er is. En dan komt en hij als agent, als buitenstaander... die zat in een heel lastig pakket. Want hij zei van als ik...
ik denk wel twee keer over na voordat ik iemand die te hard rijdt een bon geef. Want dan heb ik kans, als ik bij de bakker sta straks, dat ik dan een oud broodje krijg. Of helemaal geen broodje. Of, dat allemaal uitverkocht is toevallig. En dat het was met alles dat hij als nieuweling daarin helemaal niet geaccepteerd werd. En omdat iedereen elkaar hielp. Precies, ons kent ons. Ja. Kleine community. Ja, dat is een ander verhaal dan dit, maar ik moest er één aan denken. Ja, maar dat geldt denk ik over het algemeen wel zo, hoor. Ja. Ik denk ook bijvoorbeeld, als je naar Lowlands kijkt bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk al sinds begin jaren 90 daar zo. Ja, Biddinghuizen vindt het nu wel dermate belangrijk dat wel doorgang zal hebben bijvoorbeeld. Maar als jij in een nieuwe regio komt met een nieuwe wethouder van een nieuwe partij. En die wil zich ook even gaan bewijzen. Hè? Stel dat die van GroenLinks is en die zegt van geen festival, slecht voor het milieu, punt. En dat is zijn standpunt. Ja, dan krijg je niks voor elkaar, bij wijze van spreken. Nee. Terwijl als iemand daar al gewoon zo lang zit en het is al een gevestigde orde en het is heeft zich al bewezen wat voor een positief effect het heeft op de gemeente. Ja, dan gaat dat wel plaatsvinden uiteindelijk, weet je wel. En dat is van alle tijden. En dat zou je misschien ook weer terugbetrekken op de situatie waar wij in zitten. Dat kan of je heel erg in je voorbeeld gaat spelen. Dat bijvoorbeeld de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ja, dat is natuurlijk het evenement van het jaar. Hè? Dat ze denken, maakt niet uit wat voor pilot of test event het dan gaat worden. Maar we willen dat het doorgang gaat vinden. Want wij vinden het belangrijk. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, ja, dat stikt natuurlijk van de festivals. Weet je wel, dat ze daar op een gegeven moment wel het mes er doorheen willen gaan halen. En ik zag het al bij meneer Grapperhaus 2-3 jaar geleden. Dat hij op een gegeven moment, toen zag ik bij Boulevard of zo. Ja, ook weer zo'n heel betrouwbaar medium, maar goed. Dat hij zei van met die festivals moet het ook maar een beetje indammen. Want al die drugsfeestjes en zo, ik ben er klaar mee. Ik wil dat er gewoon veel minder festivals zijn. Ja. En dat hij gewoon 1/3 wilde schrappen in Nederland. En dat is zo'n politiek statement. Mm-hmm. Maar ja, moet je dan ook foodtrucks en jazzfestivals dan gaan schrappen vanwege drugsgebruik? Ja. Je weet helemaal niet waar je over praat, lijkt het dan wel. Nee, maar dat is precies waar Eilan de dupe van werd. Dat ze zo weten waar ze het over hebben. En we moeten wel een beetje nog een positieve naar de toekomst kijken natuurlijk. Wat er wel kan. Hè? En dat is ook het insteek wat jij net vertelt. Hè? Van dat die neuzen wel nu de goede kant op lijken te staan. Ja. Wat ik wel ook wel relatief positief vind is in deze periode. Is dat nu de lokale politiek, maar ook de internationale of de nationale politiek. Dat die nu wel weten wat wij doen. We hebben wel heel veel nu lopen lobbyen. Hè? Met die events die wel plaats hebben kunnen vinden. Of nou een test-event is of zo. Ze weten nu wel van de hoed in de rand een beetje van wat we aan het doen zijn. Maar wel een beetje. Het blijft een beetje. Op een of andere manier blijft het wel heel moeilijk om. Tenminste, ik af en toe hoor ik dan toch weer van die uitspraken daarover. En dan denk ik van, ze snappen het toch niet. Ze weten toch niet. Om een heel piepklein voorbeeldje te geven. Die testpilots die eraan komen. Een van de regels zou zijn dat je niet zittend een drankje mag hebben. Oké, dan dacht ik van, maar het is toch veiliger als ik me dan die situatie voorstel die ik heb meegemaakt met 250 mensen die zitten. Lijkt me logischer dat ze die met hun biertje zitten dan dat die ergens moeten staan met hun biertje, want dan is het puin op. En toen dacht ik van, maar dat komt natuurlijk, dat is natuurlijk bedacht, omdat het gaat over een theater waar je een pauze hebt en dan heb je in de foyer een bar. Ja. En dan mag je in de pauze naar de foyer, mag je daar een drankje drinken en dan zonder je drankje weer naar je stoel toe. Oké. Dat klopt daarvoor. Logisch voor die maar situatie. Maar dan hebben ze geen menul of niet nagedacht hoe dat is voor een popzaal waar gewoon mensen in de zaal, dat er een bar is in de zaal, maar dat ze niet anderhalf uur naar een show willen kijken zonder iets te drinken. Dus dan kan je beter het zo doen dat je een moment hebt dat je naar de bar kunt lopen en een drankje hebt en dat je op je stoel rustig zit dat op te drinken. Een heel klein voorbeeldje waaruit ik dan weer zie van, ze weten het een beetje. Ze weten dat we bestaan, maar ze weten eigenlijk toch helemaal niet hoe het werkt. En dat dit kleine voorbeeld heb je op allerlei plekken en tot groter en groter. En dat vind ik soms wel frustrerend om te zien dat er zoveel mensen die bepalend zijn en die de macht hebben om het te bepalen, toch niet weten hoe het is. Dat ze nog steeds, ondanks dat ze ons misschien nu iets meer zien dan voorheen, nog steeds eigenlijk niet begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. En dan, dat was in Biddinghuizen ook. Dan zie ik op een gegeven moment zo'n delegatie wordt rondgeleid om een beetje te laten zien. En dan zie je ze allemaal kijken. Oké.
En tegelijkertijd zie ik van ze zien het nog. Ook al staan ze hier nu even, ze zien eigenlijk niet hoe het allemaal werkt en wat we doen en hoe goed dat is georganiseerd. Ze zien, oh, er is een podium, er zijn mensen aan het werk daar en dit, dat zien ze wel. Ja. Maar de dingen waar het om gaat. Ja, en ook de denkwijze, want wij denken altijd van wat kan er wel, wat is er mogelijk. En hun denken van, ja, maar ik zie daar een probleem en ik zie daar een probleem en ik zie daar een probleem. Ja, dat is natuurlijk ook voor een deel hun taak, alleen ze zien het probleem, dat is oké. Maar wij zullen dat probleem waarschijnlijk ook zien, maar we zien ook een oplossing. En zij weten niet hoe het allemaal in elkaar valt en hoe dat werkt. En hoe die oplossing dan eigenlijk veel. Maar zij gaan dan wel bedenken van, oh, daar moeten we een oplossing voor vinden. En dan gaan ze eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden op een manier die wij eigenlijk veel beter zouden kunnen. En daar zie ik het nog niet helemaal bij elkaar komen. Nee. Ik ben heel blij dat ze misschien iets meer. De eerste keer dat Mark Rutte het woord Field Labs zei, dacht ik van oké, dat is. Hey. Ja. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij en al die mensen om hem heen en al die mensen het echt weten. En het is, ja, ik vind het frustrerend om te zien dat ze dan zelf gaan bedenken hoe het moet. Als je dan ziet hoe ze dat met dat vaccineren, hoe ze daar een puin op van maken, dan denk ik van dan kan je dit ook niet beter doen dan wij dat kunnen, die problemen kunnen oplossen. Nee. Nou ja, en je ziet ook dat hoe de media ermee omgaat. Want bijvoorbeeld met die test-events waar we het nu ook heel veel over hebben. Ze hebben het nu 2 keer in theater gedaan. 2 keer op Billinghuizen. 2 keer Ziggo Dome. 2 keer voetbalwedstrijd. Of 3 keer nu zelfs. In de arena hebben ze ook gedaan. Dat ze verschillende dingen willen proberen. En ook laten zien van kijk, het is een heel ander evenement dan dat evenement. Ja. Wat waar je het over hebt. Ja, als we dezelfde dingen. Dat je dan een drankje in de foyer doet. En daarna naar je concert gaat kijken zonder drankje. Ja, probeer dat maar in Billinghuizen te doen. Ja. Ja. Nou, dat gaat gewoon niet, weet je wel. En ook met die mondkapjes, weet je wel. Dat kan in het theater. Zet je prima je mondkapje op, want dat is allemaal goed en zo. Maar je ziet al meteen op een festival, hop, af dat ding. Ja, maar goed, dat was natuurlijk bij Biddinghuizen was dat ook het hele doel van het onderzoek, was niet. Het was gedragsonderzoek, ja. Precies. Ja. Dus dat. Maar dat is ook in de media. Wat ik dan zag, is nou mooie testen en zo. En er is 1 positief geval. En meteen paniek. Oké. Weet je wel? Zo van, oh, er is een besmetting. Ja, 1 op de 620. Ja. En hoe kan die nou van 0 naar 1 gaan? Dat is niet daar gebeurd, hoor. Maar meteen is dat waar ze op gaan ageren. En ook bijvoorbeeld bij het eerste test-event was 20% niet komen opdagen voor de test. Mm-hmm. Ja, dat bleek een achteraf te testen zijn. Ja. Weet je wel? En wat ik dus ook heb. Want toen waren er maar 4 plekken in Nederland waar je je kon laten testen. En bijvoorbeeld in Utrecht, bij de Maarsenwijnse Plassen, is geen treinstation, is geen busstation. En moest per se op die dag, op dat tijdslot. Ja. Ja. Nou ja, je moet maar net kunnen van je baas. Precies. Weet je wel? En dat achteraf 80% is gekomen. Ik zou zeggen van zo, er is 80% na afloop gekomen, terwijl er geen enkele druk was om dat te doen. Alleen maar de vraag van doe dat alsjeblieft, van dat helpt ons. Ja, maar dat was de kop op RTL Nieuws. 20% niet opkomen op dagen bij test. Ik zou zeggen 80% is na afloop alsnog gekomen. Trek. Hetzelfde met die vaccinatie. Je kan ook zeggen van dat 10% niet werkt. Ja. In plaats van dat 90% wel werkt. Dus allemaal hoe je het framed. Alleen dan zie je maar hoe weinig verstand er eigenlijk is over wat we aan het doen zijn. En dat je dat weer helemaal moet uitleggen vanaf het begin. Nee, het is een gedragsonderzoek, geen medisch onderzoek. Ja. Weet je wel? En dat komt er dan moeilijk in. Want ik heb ook vaak al bij andere branches gezien of bij talkshows dat je denkt van nee, daar gaat het niet over. Weet je wel? Dat ze gewoon dat nog steeds niet snappen. En dat is denk ik ook aan de ene kant frustrerend. Aan de andere kant, dat is onze expertise. Wij weten daarvan, dus laat het maar aan ons over. Dus ook wij komen voor problemen te staan die ze in andere branches nog nooit eerder hebben gezien. En onze lijntjes zijn heel kort. Ja, ik zou niet zeggen laat het aan ons over, maar ik zou wel eerder zeggen laat ons je adviseren luister beter naar elkaar. Ik snap ook wel dat de overheid niet zegt van oh, zoeken jullie het maar, of doen jullie het maar, jullie kunnen wel. Maar iets meer samenwerking was wel leuk geweest, ook met het hele. Och man, ja, ik heb het al heel vaak gezegd in deze podcast, maar ook met die vaccinatie. Als Ticketmaster dat zou doen of deze evenementenbranche het zou uitdenken en er komt een ander scenario, hop, omdenken en we gaan meteen anders aanpakken. Ja. Ik wist wel heel goed, bijvoorbeeld toen het verplaatst werd, waar wij bij waren, hè, omdat vanwege slechte weer, is dat Teerza van Mojo, die was op de zaterdag al meteen van, oh, hier nieuwe accreditatie en even invullen en zo. En ik wilde dan een nieuwe afspraak maken om te testen. Nee, dat komt vanaf maandagochtend pas. Ja. Weet je wel? En dan was ik maandagochtend was ik op die site. En dan was het nog steeds niet voor elkaar. Terwijl ik denk, jongens, maar dat is weer de mentaliteit. Wij gaan kijken, nou, op zaterdag even dat er doorheen een paar mailtjes. En dan wordt het maandag het werk makkelijker. Maar voor de meeste bedrijven, ook bij de GGD is het zo. Het is 4:30. We stoppen met vaccineren. Maar laten we onszelf niet te veel op de borst kloppen.
krijg het nog pittig zat. Mm-hmm. Nee, oké, okay, maar dat, het is ook die mentaliteit of zo, weet je wel, die bij ons erin zit. En ik zeg ook niet dat het bij ons dan zo, ja, hoor mij dat ons en hun, is ook een beetje een foute framing wat ik nu doe, maar... Ja. Ik weet niet, ik miste een beetje de expertise van onze kant daarin of zo. En de flexibiliteit en zo. En we zijn nu halverwege april zowat. En het had wel iets meer gekund. Maar ook daar heb je helemaal geen reet aan trouwens. Nu gewoon zitten te praten. Het is wat het is. Ja. Maar laten we in ieder geval hopen dat wij elkaar zien weer in augustus op dat mooie Lowlands terrein. Ja, ik denk het wel. Dus, ik heb dat afgelopen tijd wel... een paar keer gehad dat ik dacht van ik moet maar gewoon afwachten. Terwijl je eigenlijk alle energie erin wil stoppen om het weer om te helpen. Op een gegeven moment dacht ik van daar is geen begin aan. Laat maar los gewoon. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Want als iedereen dat doet, dan kunnen we nog wel een paar jaar wachten. Maar, ja, maar ik merk wel, zodra er weer iets mag of kan of zo, dat je meteen al die radartjes gaan weer aan. Ja, en we zoeken elkaar op. En ja, nou, we zitten weer een uurtje te kletsen. Oh. Dus ik ga jou de laatste vraag stellen. Oké. Wat mag wat jou betreft ook verdwijnen van de festivals naast corona? Dus wat is voor jou een irritatiepunt geweest? Wat voor jou ook mag verdwijnen vanaf nu? Of vanaf als we weer mogen? Plastic. En dan vooral zwervend plastic. Ja, nou, en niet alleen plastic, maar ik vind dat het wel... Jij noemde eerder Welcome to the Village. Ik vind dat die daar heel goed in zijn. Dat ze het heel clean houden. Ja, en nu met dat panelenpark, dat ziet er goed uit. Maar ik vind dat daar veel meer aan... En dat ondanks dat er heel veel over gepraat wordt... dat je dan op een plek komt en dan is het één grote bende van... Nou ja, de maandag naar Lowlands is echt een drama. Ja, nou, ik vind dat weg moet. Dat mag... Ja. Nou, dat vond ik wel mooi, want die is al eerder voorbij gekomen. En er zijn natuurlijk wel oplossingen geweest voor kartonnen tenten en zo. Of afbreekbare dingen. En wat ik al het mooie vind, is bij Mojo in ieder geval. En dat zal waarschijnlijk ook voor andere festivals gelden. Is dat die bekers, die zijn helemaal niet van plastic. Nee, maar goed, er is alsnog heel veel waste. Heel veel waste, ja. Wat beter kan. En wat, dus, ja. Ja, dat. Nou ja, ik vind het een mooie afsluiter. Ja. Dankjewel voor je tijd, John. Nou, was en, leuk. Ja, vond je het leuk om eventjes... Het is gewoon een oude hoer, hè? Nee, is het niet. Nee. Nee, dankjewel voor je tijd. En voor de luisteraars weer, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot na de pauze. Ja.